Yo, Nintendo fans! Ik heb de beste brief ooit gekregen. Van Ditto. Beste Rikachu, brief. Punt. Gedoe. Punt. Einde bericht. Punt. Bedankt, maat. Als jij dit een goede brief vond, doe dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan gaan we verder met ons Miitopia / Nintendopia avontuur. Waarbij meneer Iwata mij helpt en we als eerste even gouden boinkies gaan nakken. Als het tenminste lukt. Let's go. Let's kill de gouden boinkie. Let's go, Iwata. Maak ze kapot. Wij kunnen dit. Samen met ons paardje gaan we er even op los snuiven. Hatse flatsie. En doei doei, gouden boinkies. En welkom, money. En hoeveel money is dat? 1000 money. Lekker. Daar doe ik het voor. Ik weet even niet meer zo goed waar ik naartoe moet. Maar ik ga gewoon mijn weg vervolgen. Want we moeten de gezichten van Steve terug gaan vinden. Van Wooloo terug gaan vinden. En van Red. Ja, en dan loop ik hier in mijn mooie bloemenpakkie. Vanaf nu vechten we zij aan zij, zegt Iwata. Maar hij gaat niet al zijn krachten gebruiken. Omdat ik anders niks zou leren. We moeten nog sterker worden. Maar hij houdt ondertussen een oogje in het cel. Dankjewel, Iwata. Wat een baas. Dankjewel voor je hulp. Laten we deze uiltjes gaan nakken. Let's go. Bloempie er bovenop. Ik krijg tikken. Iwata geeft tikken. Hoppakee. Uiltje A is bijna kapot. Uiltje A is kapot. Uiltje B moet kapot. Iwata, doe jij dit even? Iwata is zo sterk. Ja, ik ben niet zo'n hele sterke aanvaller. Ik heb niet zulke hele sterke aanvallen. Dus voor mij is het wel een beetje moeilijk. Ik weet niet of de bloemenklas nou het beste klas is die ik had kunnen kiezen voor dit avontuur. Maar we moeten hier even gaan graven, denk ik. We hebben niks gevonden. Oh, rip. Ik ga gewoon verder graven, hoor. Let's go. Nog steeds niks. Nou, ik ga nog steeds verder graven, hoor. Nog steeds niks. Er ligt hier gewoon niks. Ga nou gewoon ver. Of graaf het op. Ja, we hebben het. Wat hebben we eigenlijk? Wat? 78 monies? Al deze moeite voor 78 monies? Nou. Oh jee, 3 enemies. Laat ik mezelf eerst even gaan healen. Want ik heb mezelf wel helemaal moe gemaakt door het graven. Naar 78 monies. Oké, dat is lekker bijkomen. Het is wel jammer dat ze alleen maar mij raken. Want ze raken Iwata natuurlijk niet. En die doet wel even een lekker bliksemaanvalje. Ga ik even kijken of ik die eerste magie genomen met mijn lentebriesje kan afmaken. Ja, die is weg. Dat is lekker. Oh, kijk ze gaan, jongen. Let's go, Iwata. Maak ze kapot. Oké. Ik kan weer op een paard. We kunnen gaan snuiven. Dan moet die magie gewoon kapot. Let's go. Oh, ze zijn gelijk allebei kapot. Lekker, man. Oh, paardje is wel sterk, zeg. Paardje is heerlijk. Ik ben wel fan van Epona. En ik ben ook fan van herbergies. Ja, kijk, de relatie tussen mij en Epona verbetert. Heerlijk. We zijn nu samen level 10. En ik denk dat ik mezelf wel even sterker ga maken. Ik denk dat ik dit wel nodig ga hebben, namelijk. We hebben een smaragdblad. Dit is wel een mooi wapentje. Zo hé. Deze is prachtig. En ook een stuk sterker. Nou, ik ga even wat bosnoten opkamen. Heerlijk. En dan zitten we vol. Ik ga ook even het uitje doen met mijn paard. Dan even kijken of we nog een betere relatie kunnen krijgen. Lekker joh. Hier tussen het vuur op een vulkaan. Gewoon lekker even een uitje doen. Hier te midden van al dat vuur en de vulkaan vinden we een prachtig strandje. Waar Epona het prima naar zijn zin heeft. Hij ligt lekker te chillen in de zandjes. En ik ga ook even lekker chillen in het zandjes. Maar alleen het zandje is een beetje heet. Tijd om door te gaan met het serieuze werk. Oké, maar waar moeten we naartoe, jongen? Wow, wat is dit voor enemy? Ik wil eerst nog wat sterker worden, denk ik, voordat ik die enemy ga proberen te verslaan. Die ziet er wel intens uit, die gast. Iwata, wilt u mij trainen? Ik wil iets vragen aan Iwata. Waarom word jij altijd de wijze man genoemd? En Iwata, ja, dat is een goede vraag. Ik ben maar een gewone magier die de wereld rondreist. En tijdens mijn reizen hebben veel mensen dingen van mij geleerd. En na een tijdje begonnen ze me allerlei namen te geven. Zijn de wijsheid, wijze man, van alles. Ja, en Iwata vindt het maar een beetje raar. Nou, bedankt voor je duidelijke uitleg, meneer Iwata. Oh, we moeten kiezen. Gaan we naar links of gaan we naar rechts? Laten we naar links gaan. Daar hebben we weer een schedeletje. Ja, ik heb liever een omelet dan een schedelet. Maar goed, we gaan hem kapot maken. Hoppakee, weg is die. Ik krijg niet zo heel veel XP voor, dat is jammer. We krijgen er wel een kistje voor met 270 monies. En we krijgen nog een gevechtje tegen 2 bliksemwolkies. Ja, die zijn altijd wel intens. So, let's go Epona, doe je snuifattack. Lekker vuur, heerlijk. Auw. En Iwata gaat sowieso die andere kapot maken. Ah, het is wel zo fijn dat Iwata bij ons is. Hey, kijk. Level 11 zijn we nu samen. Ik ben benieuwd wanneer we samen weer een nieuwe aanval gaan leren.
Dat zou ook wel top zijn. Ik kan een nieuw pakkie voor mezelf fixen. Ja, ik ga mezelf gewoon alles geven nu, want ik moet gewoon sterker worden. Ik vind dit wel een grappig pakkie trouwens. Het lijkt een beetje op een vogelverschrikker of zo. Ja, heerlijk pakkie, joh. Of is het een paardenbloempakkie? Ik denk het laatste. Dus even kijken hoor. We hebben bottenbiscuitjes. Die vind ik ook wel lekker. Maar ik heb helemaal geen tijd om te eten. We moeten door. We moeten onze matties redden. Ik weet niet of ik nu onderweg ben naar mijn matties. Ik denk dat ik onderweg ben naar het kistje. Oh, wow, wow, wow. Wat zit er hier in het bosje? Wat zit... Ah, het is een katje. Nou, wat cute. Het katje zal je alleen nooit zien. Je zal de game moeten geloven dat dit echt een katje was. Oh, wacht even, wacht even, wacht even. We zien iets, we zien iets. We zien iets. Ja, het is Steve. Op een grote lava slijm ding. Let's go, Iwata. We hebben Steve gevonden. Gooi lentebriesjes op zijn hoofd. Auw. Gooi bliksem op zijn hoofd. Gooi een paard op zijn hoofd. Ik gooi gewoon zo in één keer Epona. Hoppakee. Boom. Nog een keer bliksem. Even mezelf bestrooiselen. Wat wel chill aan de bloem is, dus dat ik echt superveel magic points heb. En het kost me allemaal niet zo heel veel magic points om een goede aanval te doen. Dus dat is wel echt heel lekker. Steve, het gaat goed komen, jongen. Hij heeft nog 1/3 van zijn HP. Dit gaat goed komen. We gaan het fixen voor je. Iwata, oh, holy moly, jongen. Iwata deed even een vuurzeil van 112 HP damage. En hier is Steve. Jou! Het gezicht van Steve is weg, zegt Rikachu. Maar Iwata zegt, ja, het is in de richting van die grottengang gevlogen. Dus we moeten even naar die grot. Even kijken of die al met ons mee kan. Ben benieuwd of die ons gelijk gaat helpen. Kijk, 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 daar gaat het gezicht van Steve. Die gaat inderdaad daar naar de grottengang. Laten we gaan kijken of die al met ons mee wil. Jij hebt je gezicht terug, jongen. Yay! Lekker! Ik heb mijn gezicht terug! Ik wist wel dat je me zou redden. Ik ben weer klaar voor de strijd aan het werk, Rikachu. Lekker, dus je gaat gelijk met me mee. Ja, hij heeft zich weer bij het team aangesloten. Lekker. Dit is top. We raken langzaamaan weer compleet. Heerlijk. We gaan de kistje openmaken. En daar is het wollen kleding. Oh, voor Steve. Lekker, man. Je hebt gelijk nieuwe kleding. Volgens mij is Steve ook ongeveer level 10 of level 11, als ik het goed heb. Ja, hoor. Daar is hij weer. En inderdaad ook level 11. Oké, dan kunnen we nu rustig de andere kant op gaan. Ik pak eerst even deze. Ben je klaar voor je eerste battle, Steve? Ja, als we dit niet winnen tegen één magiegnoompie. Ik bedoel maar, die is gewoon in één keer weg. Waarom steelt de duistere vorst eigenlijk gezichten, vraag ik aan Iwata. En die zegt, ja, goede vraag. Maar simpel gezegd, om zijn monsters onder controle te houden. Oké. De duistere vorst creëert een heleboel monsters, maar die monsters zijn op zich niet zo sterk. Ze zijn onvolledig. Om ze sterker te maken, moet de duistere vorst iets toevoegen. En dat zijn de gestolen gezichten. Maar wij hebben ondertussen al superveel gezichten gered. En moeten nu een keuze maken of we naar boven of naar beneden gaan. Laten we lekker richting het kistje gaan eerst. We hebben ondertussen al 677 gezichten gered. Oftewel, dit gaat echt top. En deze twee gaan we ook even kapot snuiven. De schedelet is nog aanwezig, maar die gaat Steve even kapot maken. Hartstikke idee. We hebben Iwata geen eens meer nodig, joh, op deze manier. Steve en ik kunnen het gewoon alweer samen oplossen. Ik heb even een luxe kookkoekenpan gekocht voor Steve. Het is niet echt de meest mooie pan, maar wel een hele sterke pan. Mie-pan. Zo-zo-zo. Wow, wat is dit? Droogbloemen. Nou, maar die waren niet zo heel sterk. Ik zag dat die me maar 3 puntjes verbetering opleverde. Dan vind ik het niet waard voor dat geld. Laten we eens even kijken wat er in dit kistje zit. Daar is die. De grote kist. Kijk, en hier zitten de droogbloemen in. Dat scheelt weer geld. Ideaal. Wat lelijk. Wat ontzettend lelijk. Oh. Nou, we doen hem maar gewoon aan. Ben benieuwd of we hier ook weer een teammember gaan terugvinden. Oh, wow, wow. Er zijn gewoon hier 3 routes die we kunnen doen. Ik ga rechtdoor. Ik ga voor gevorderd. Hopelijk lukt het ons. Expert lijkt me nog een beetje heftig. Lentebriesje. Oké. Als dit het niveau is, dan gaat het helemaal goed komen. Oké, Iwata die zorgt even voor de bliksem. Hoppakee. Bliksem op een bliksemwolk. En toch maken we hem kapot. Steve gaat even met zijn pan. Hoppakee. Bovenop Epona. Ja, en Iwata, jongen. Iwata is sick. Maar Epona is net zo sick. Piep! Waar zijn mijn matties? Oh, wat is dit? Een duistere griffioen. Die ziet er op zich wel intens uit. Kijk hem, hij valt gelijk even keihard aan, jongen. Doe eens even rustig, joh. Ik heb je nog geen eens een klap gegeven en je wordt al boos. Wat is dit nou, man? Steve, die helpt me even. En Steve, die gaat ook even... Hoppakee, met zijn vuurpannen komt Iwata eroverheen met een bliksem. Oh, en dan is de griffioen alweer weg.
Ah joh, ik dacht dat dit een sikke baas was of zo, maar dat viel eigenlijk wel mee. Even een kistje open, 500 monies, altijd lekker. En de herberg in. Hé, ik heb post. Beste Rikachu, verlang jij ooit naar vervlogen tijden? Wij wel, maar de tijd dat we vrijgezel waren. Oké, Scoot. Jouw relatie met Bella is niet de allerbeste. Hoppakee, Epona en ik gaan naar niveau 12. En we hebben opstijgen 2 geleerd. En daarmee zetten we 2 ruiters op 1 paard. Oeh, dat doe je dubbele damage. En Steve die wil ondertussen heel graag naar mijn kamer gaan. Nou, weet je wat Steve? Wij gaan wel even samen chillen op een kamertje, ja? Want Steve, die heeft een cadeautje voor mij. Nou, dankjewel jongen. Wat heb je voor mij? Een nieuwe auto? Holy moly, dat is me nog eens even een cadeau. En daardoor gaan Steve en ik ook naar niveau 12. En hebben we flankeren geleerd. Dit gaat allemaal de goede kant op, maar ik ga weer naar Epona, ja? ik denk dat we hier onze tweede Mattie terug gaan vinden. Zou dat dan Wooloo zijn of zou dat Red zijn? Hopelijk vind ik het gezicht van Wooloo snel terug. Oké. Ik heb mijn voorkeuren blijkbaar. Ik vind Wooloo blijkbaar leuker dan Red. Wel intens. Ja, ik vind het wel naar eigenlijk. Dat je gewoon zegt dat je de ene een soort van leuker vindt dan de ander. En volgens mij gaan we hier inderdaad eentje vinden. En wiens gezicht is dit? Het is inderdaad het gezicht van Wooloo. En die zit op een pijnwolk. Dat klinkt niet fijn. Ik had liever een fijnwolk in plaats van een pijnwolk. Maar goed, we zullen het ermee moeten doen. Ik ga lentebriesjes gooien. Hoppakee. Steve krijgt pijn. Ik krijg pijn. Steve is boos. Die geeft even een flink harde tik. Het is wel zo chill dat ik gewoon 160 HP strooisel heb. Dat is echt super fijn. Iwata gaat ondertussen ook lekker door. Ik ook. Ik ga ook lekker door met mijn lentebriesje. Wij krijgen weer pijn. Dus het is weer tijd voor strooisels. En we zijn weer vol. En het zou super chill zijn als Epona ons even gaat helpen zo. Ik ben namelijk wel benieuwd hoe dat zal zijn als we met z'n tweeën op Epona gaan zitten. Volgens mij geven we dan echt flinke tikken. Ondertussen gaan we gewoon lekker door. Dus even kijken hoeveel HP die nog heeft. Hij heeft ongeveer nog de helft van zijn HP. Het is een flinke wolk hoor dit. Kijk, daar gaat Steve. Maar Steve die kan nog niet zo dat we met tweeën op Epona gaan zitten. Die kracht heb alleen ik nog tot nu toe. Wacht even. Zit je mijn Steve kapot te maken? Doe eens normaal, joh. Ik ben echt knijterboos nu, hè. Kijk hoe woedend ik ben. Ik ben een heel boos bloemetje. Oh jee. Daar gaat Iwata weer door. Hoppa. Maar hij is nog steeds niet kapot. En ik kan niet kiezen wat ik ga doen. Want ik ben gewoon knijterboos. Lentebriesje. Nog een keer. Klap hem. Kijk hoe boos ik ben. We moeten hier nu wel een eind aan gaan maken, jongens. Let's go. En we maken er een eind aan. Wooloo is bevrijd. Het gezicht van Wooloo is terug. Gelukkig, wat een fight. En ik ga lekker naar level 12. Dat was nummer 2, zegt Iwata. Dit was inderdaad nummer 2. Laten we snel teruggaan naar Wooloo. Hé, Wooloo, ik heb je weer, hoor. Yay! Welcome back! Wat een opluchting. Nou hè, Wooloo. De tovenares Wooloo is er weer. Niet te geloven dat de duistere vorst ook mij in zijn greep had. Maar ik wist wel dat je me zou redden. Nogmaals, veel dank, Rikachu. En jij ook, mijn wijze Mr. Iwata. Ah, Iwata is wel echt een held, hoor. Hey. Dan moeten we nu alleen Red nog even zien te redden. Want die staat hier nog steeds met zijn hoofdie. Arme Red. Ja, en die is dus daar helemaal. Kunnen we daar al naartoe? Daar kunnen we al naartoe. Heel nice. Laten we Red ook nog gaan redden. We gaan hem redden. Sorry voor de slechte grappen. Ik denk terug aan Red. En ik weet geen eens meer hoe Red eruit ziet. Zo lang is het geleden, zegt Rikachu. Ja, maar we zijn nu weer met z'n vieren plus Epona, jongen. Dit kunnen wij. Daar is het gezicht van Red op een gigantische vuurgolem of zo. Wat is het? Het is een gloeiende Red Golem. Gloeiende. Let's go. Wooloo begint. Wooloo is ondertussen level 10. Ja, en Wooloo ging wel altijd snel dood, hè. Dat was volgens mij wel een beetje een nadeel van Wooloo. Maar oké, let's go. We gaan hem gewoon proberen te pakken. Kom op, Steve. Geef hem een tik met je koekenpan. We geven hem samen een tik met je koekenpan. Zo. Iwata doet even genezing. Ik heb liever dat Iwata eigenlijk gewoon aanvalt. Maar oké, maakt niet uit. We krijgen harde tikken van die golem. En als Wooloo inderdaad 2 tikken krijgt, dan is het in 1 keer klaar. Ik kan nu op het paard. En ik ga een aanval doen. En dan ben ik benieuwd. Nee, er gaat nog steeds niemand mee. Want niemand anders kent die aanval waarschijnlijk. Waarschijnlijk moet iemand anders dan ook level 11 of level 12 zijn met Epona. Oh, jongens. Wat een tikken. Nou, Iwata die zorgt in ieder geval voor dat Wooloo gewoon elke keer zijn HP terugkrijgt. Iwata die helpt Wooloo er gewoon telkens bovenop. Wooloo valt overigens niet heel erg hard aan, moet ik zeggen. Steve geeft eigenlijk ook wel aardig goede klappen. Het scheelt wel een hoop strooisel elke keer doordat Iwata ons steeds hield. Misschien heb ik nu precies genoeg strooisel tot het einde van deze battle. Hij heeft nog iets minder dan zijn helft van zijn HP over. Dus we moeten gewoon keihard doorgaan. Lekker, Stevie. Pak hem.
We gaan hem samen pakken. Nice. Ik denk dat Iwata zo Wulu weer gaat helpen. Dus Wulu krijgt van mij geen strooisel. Kijk, inderdaad. Hij wordt weer geholpen. Oh, hij is bijna dood. Hij is bijna dood. Nog één klap. Steve gaat het denk ik doen met Epona. Bim! Lekker. En Red is ook terug in een teampie. Heerlijk. En zo hebben we gewoon straks weer een compleet teampie. Lekker, man. Ondertussen gaat Steve ook een level omhoog. En ook Wulu gaat naar level 11. Nu hebben we ze alle drie geholpen, zegt Iwata. Maar veel van onze vrienden zitten nog steeds gevangen. Iwata zegt, je hebt gelijk. Maar goed, laten we eerst teruggaan naar de grottengang. Oké, laten we zien wat Red zegt. Hé, hier is iemand. Oh, het is E-Gad weer. Die heeft een brief van mij. Dankjewel voor de brief. Die is van Boo en die zegt, hoe gaat het? Ik heb een nieuwe baan gevonden bij Jigglypuff en het effect is magisch. Tovert die bananen tevoorschijn of zo? Anyway, het gezicht van Red is terug in de grot. En in de volgende aflevering gaan we kijken wat er gebeurt als we zijn gezicht ook gaan ophalen en het team compleet is. Dus wil je dat zien? Vergeet niet te abonneren. Doe het duimpje omhoog voor de support. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Mazzel!